Laten zien wie Bas Rutte is. Of ik zelf, nou, dit is hem dus. Kijk. Bas Rutte hier. Nou, hallo. One and only. El Wapo, zoals ze meer noemen in Amerika. Dat betekent de handsome guy. Zie? Als jullie een uurtje later waren gekomen, dan was mijn gezicht een beetje meer ontplooid. Maar het is nog steeds goed. Kijk. Zie? Kijk, dat is hem. Dat bedoel ik. Nee, want ik hou je al een tijdje bij op vooral internet eigenlijk, moet ik heel eerlijk zijn. Want hier in Amerika kennen de mensen je wel, toch? Alleen in Nederland heb ik het idee dat het toch wat minder is. En dat komt misschien vooral omdat vechtsport in het algemeen een beetje, toch nog steeds een beetje ondergeschoven kindje is in Nederland, vind ik. Mm-hmm. Vind je dat ook? Ja, het is natuurlijk, want iedereen ziet het als violence, weet je niet. Het is kooivechters, beesten die in een kooi zitten. Mensen, maar dat is echt Nederlands, ze zijn veel te nuchter. Zelfs Engeland, die heeft ook een tijdje geduurd voordat die het echt begrepen. Die gaan hard nou, die hebben de UFC daar zelfs. Dus ik denk, op een moment, ja, ik praat soms Engels en Nederlands door elkaar, dus dan moet je maar... op het moment dat de Nederlanders echt gaan begrijpen wat er aan de hand, wat er gebeurt in de ring of in de cage, dan is het wel oké. Dus je moet begrijpen, het is boksen, het is Thai boksen en het is zeg maar judo of jiu-jitsu. Dat is het. Het zijn allemaal Olympische sport. Als je het bij elkaar pakt. Thaiboxen dan niet, maar ja, dan zeg ik, pak ik de taekwondo, de kicks van taekwondo. En die doen ze allemaal bij elkaar, dus het is niet zo gevaarlijk. Hoe ben je daar mee begonnen? Oh, jongen, dat is lang. Mijn vrouw heeft alles voorspeld. Die zei, ik woonde met haar een half jaar samen. Toen zei ze in één keer tegen mij, kijk zo vreemd. Ik zeg, hoe is er aan? En ze zegt, jij wordt een beroemde vechter in Japan. Ik zei nee, want ik heb gezegd dat ik niet meer zou vechten. Zegt ze nee, je hebt gezegd dat je niet meer in Nederland zou vechten. Maar je wordt een beroemde vechter in Japan. Ik denk een maand of acht later krijg ik een telefoontje van Chris Dolman uit Amsterdam. En die zegt tegen mij, Bas, je moet nou naar Amsterdam komen. Ze hebben een try-out. Dat is een nieuwe organisatie uit Japan en die zoeken voor vechters. Dus ik ging er naartoe. En ik had een sparringspartij in de ring met iemand. En die probeerde mij knock-out te slaan, dus ik trapte hem knock-out. En die moest naar het ziekenhuis, want die had een hoop klemmetjes, stitches in zijn hoofd. En ze waren al bij de mijn twijze. Ze zeiden, oké, die willen we hebben. En twee maanden later zat ik in Japan. En vocht ik mijn eerste partij. En 43 seconden into de partij sla ik die vent helemaal plat. Toen kwam ik echt in een twee dagen coma. En overnight succes. Volgende dag liep ik over straat en mensen duwden baby's in mijn handen om foto's te maken. En iedereen was aan het buigen tegen me. Ik denk, wat is er toch aan de hand hier? En dat was het. Ik was binnen. Dat gaat zo hard uit? Dat is niet te geloven, ja. Iedereen kijkt het, you know. En, dus ja, het is heel erg beroemd in Nederland. Het is hetzelfde als wij. Bij ons is het voetballen, bij hun is het martial arts. Ja, dat zie je inderdaad ook als je daar bent. Maar hoe ben je erbij gekomen? Je moet toch een keer op lessen gaan, zijn gegaan? Wel, ik had toen ik 12 jaar was, gingen ik met mijn ouders en de familie gingen we naar Frankrijk. En daar was Bruce Lee, Enter the Dragon speelde daar. Maar daar mochten we niet in, ik was 17 jaar en ouder. Dus wij sneakten in de video, in de movie theater. En toen ik Bruce Lee zag, ja, ik wilde Bruce Lee worden. Toen kwam ik thuis, toen ik een kind was, had ik heel erg slecht, of een heel erg slechte huid. Ik had eczeem overal, weet je. Ik had soms als ik mijn handen boog, kwam gewoon de pus eruit. Het was heel vies. En in mijn gezicht. En dat ging samen met met astma, heel erg astma. Dus als ik astma had, had ik geen eczeem. En als ik eczeem had, had ik geen astma. En natuurlijk had ik altijd bullies. Ze probeerden mij altijd in elkaar te staan. Ik was een loner. Ik zat altijd in de bomen. Ik was altijd in de bomen aan het slingeren. Want als dan bijvoorbeeld jongens die mij in elkaar wilden slaan, als die naar me toe kwamen, klom ik in een boom. En als hun dan in de boom klommen, begon ik gewoon te slingeren. Dan ging ik naar de volgende boom. En niemand durfde dat te doen. Behalve ik. Dus zo ontsnapte ik. En ik kon door het hele bos heen, zeg maar. En toen wilde ik dus, nadat ik Bruce Lee zag, wilde ik op een vechtsport. Maar mijn vader en moeder zijn zwaar tegen geweld, weet je niet. En die zien dat als geweld, hetzelfde als de rest van Nederland nou nog steeds is. En dat duurde twee jaar, alsjeblieft. En eindelijk na twee jaar lieten ze me erop. En
binnen 6 weken, 2 maanden sloeg ik de bruine banden al in elkaar. En dus dat ging heel erg snel. En mijn confidence ging in één keer omhoog. En toen de grootste bully van de school kwam voorbij gefietst met 6 of 7 van zijn vriendjes. En ze flipte hem af. Ja, ik weet niet meer wat ze deden. Maar ze zei, in ieder geval ze deed iets. En ik zei iets terug. En iedereen begon, toen kwamen ze terug gefietst. Ze gingen allemaal om me heen staan. En ik gaf die een dreun in zijn gezicht, de stuurste. En die ging neer, maar die brak zijn neus. Dus de politie kwam. De politie kwam aan de deur. En dat was het. Dus trokken ze mij van vechtsport af. En toen ik het huis uitging, toen ik 20 of 21 was, toen begon ik meteen alles te doen. Ik deed karate, ging naar taekwondo toe. Later begon ik nog kyokushin karate te doen. Toen deed ik thaiboksen. Toen ik thaiboksen begon, ik denk binnen 4 weken had ik mijn eerste partij al. Ze vond ik ook op knockout. En dezelfde tijd als ik in Japan deed. 43 seconden met een spinning back kick to the liver. En daar is mijn liverstoten ontstaan, als het ware. Liver shot. Mijn liver shots. En daar ben ik nou bekend, want ik sla een hoop mensen neer naar de body. Ik vind dat de leukste manier om iemand neer te slaan. En dat was het. Toen was het, nieuwjaar. En iemand kwam naar me toe en zei, wil je tegen Frank Lopman vechten? Frank Lopman was een hele goede thaibokser. Over 50 partijen, heel hoop knockouts, 45 of zo. En ik zei, sure. Maar ik was hartstikke dronken. En toen in februari belde ze me op en ze zei, waar moeten we de posters heen sturen? En ik zeg, welke posters? Zei ze, van het gevecht. Ik zei, welk gevecht? Zei ze, tegen Frank Lopman. Ik zeg, wie heeft dat gezegd dan? Hij zegt, ja, jij. Ik zeg, wanneer? Ja, mijn nieuwjaar. Ik zeg, echt? Heb ik dat gezegd? Ja. Ik denk, oh mijn god, en 3 weken later had ik de partij al. Dus ik denk, ik probeer het wel. Ik had zoveel mensen neergeslagen. Ik kijk wel, maar toen de eerste ronde liep ik uit, ging ik... I run out of gas. Soms kan ik in Nederlands kan ik het niet meer vinden. De grammatica kan ik niet meer vinden. But I run out of gas. En iedereen zei, ik kreeg een stoot. Ik kreeg geen stoot. Ik kon mijn benen gewoon niet meer controleren. Ik ging neer op een stoot, maar ik was gewoon aan het praten tegen mijn corner. Maar ik zei, ik kan mijn benen niet bewegen, ik kan gewoon niet staan. Ik had van tevoren, ik had een groot gat in mijn scheen hier. Ja, dat was echt een groot gat. En dat deed heel erg zeer. Ze hadden mij een lidocaine injectie gegeven in mijn bil. En op een of andere manier, ik ging controle over mijn benen. Je ziet het als je die partij zit, zit ik allemaal te jumpen. En al mijn andere partijen sta ik stil. Dat was heel erg vreemd. Het is net alsof ik mijn benen niet voelde. Dus ik denk dat dat het probleem was. Nou, toen begonnen de mensen zo te boeien tegen me. En iedereen zei van, zie wel, ik heb altijd gezegd dat hij niet kon vechten. Ze vergaten die eerste 14 partijen die ik allemaal bij knock-out had gewonnen. Waarvan 13 in de eerste ronde. Weet je? En toen zei ik, weet je wat het is? Wat een dom volk hier in Nederland. Ik vecht niet meer voor die mensen. Je zei ja of 20, 21. Is dat niet best wel laat? Nou, toen ik mixed martial arts begon, was ik 28. De meeste partijen was ik 28 jaar oud. En ik had nog nooit getraind. Vrijwel niet. Ik had 5, 6 keren naar een klas gegaan. Dus de eerste 1,5 jaar. Ik had klassen gedaan in Amsterdam, maar dat is veel te ver weg vanuit Brabant. En dan zit je in de file, kost je 2,5 uur om daar te komen. Ik zei, oké, ik train gewoon alleen, op een zak. De eerste 1,5 jaar dat ik naar Japan ging, train ik op een zak. En toen ontmoette ik een jonge Leon van Dijk. En die was heel erg sterk en had heel veel talent ook. En we begonnen samen te rollen. En dan als ik hem bijvoorbeeld afklopte, 2 of 3 keer achter elkaar, dan had hij al in de gaten hoe ik hem afklopte. Dus moest ik een andere manier vinden om zeg maar die... Oh my god, dat is moeilijk. To camouflage the same armbar. Wow. Iedere keer moest ik een nieuwe manier vinden om die armklem op te zetten, als het ware. En dat op een gegeven moment, dat doet heel veel goed voor je. Je begint heel erg slim te worden. We waren video aan het kijken van, ik moet lachen, want mijn hoofd zit helemaal door te draaien hoe ik het in het Nederlands moet zeggen. We waren video aan het kijken van gevechten. Als ik een klem zag, nam ik het gewoon mee naar de sportschool toe en dan probeerde ik het uit op hem. En als ik het dan uitgeprobeerd had, probeerde ik hoe ik hem best kon ontsnappen. En dan als ik wist hoe ik hem moest ontsnappen, leerde ik meteen om in de counter te gaan. En een klem bij hem aan te trekken. En zo pakten we eigenlijk elke techniek aan. Dus niemand had mij geleerd, maar doordat ik het zelf allemaal leerde, wist ik alles van elke techniek af. Ik wil straks nog veel meer horen over het vechten, hoor.